Nou, het eerste onderwerp van vandaag is van mij. Ja, ik dacht, ik ga gewoon mijn eigen onderwerp als eerst doen. En het gaat over Crysis 3. Het staat op de voorkant van de Power Limited, die toevalligerwijs vandaag uit is. Oh ja. En Crysis is ook net uit. Ja. Dat is hartstikke leuk. En daar zit een meneer die de curveview heeft geschreven. Zijn allereerste curveview, hoor. De allereerste curveview. Hij mocht ook zijn allereerste buitenlandse trip voor Power Limited trouwens. Hij mocht naar Frankfurt. Je weet wat wij zeggen over Duitsland. En Duitsers. Van de Wansmaak. Ja. En Gelders die knipt ervoor natuurlijk. Als je de Gelderse gamecollectie kijkt, dan kan je wel zeggen van nee. Ja. Dat klopt, dat is een goede match. Ook 1000 punten voor de match. Voor Risen of verschrikkelijk. En ik schaam me daar ook niet eens voor, dat is misschien nog wat ergste. Hoeft ook niet. Hey, maar Gelders, die curveview. Je hebt een onwijs hoge score gegeven. We kunnen wel verklappen dat het een Gold Award is, maar dat staat ook zelfs op de website. Ja. Maar wat vind je van de game? Ja, ik vind het sowieso grafisch is het echt het mooiste wat je ooit hebt gezien. Weet je hebt het op een PC gereviewd, hè? Nou, ik heb het op grappig genoeg op een Xbox gereviewd. Maar er stonden ook PC's. Er stonden PC's inderdaad, daar heb ik de multiplayer op gespeeld. En ik heb natuurlijk ook wel andere journalisten op de PC's zien spelen. Maar echt, je ziet nu de PlayStation 4 games en ik denk dat Crysis er niet voor onder doet. Maar dat is toch altijd het enige bijzondere, het enige gimmick of de enige unique selling point geweest van Crysis. Dat het ja, maar is dat niet meer dan genoeg al? Ik bedoel, zoveel shooters die hebben niet eens een unique selling point. Nee, dat is waar, maar de meeste shooters die geen unique selling point hebben, die vergeet je. Zoals Aliens Colonial Marines ofzo, die heeft dan gewoon helemaal niks unieks. Maar die heeft dan nog die franchise. Die heeft toch Aliens? Die heeft alleen Aliens inderdaad. Dat maar er zijn inderdaad wat boze tongen die zeggen van ja, Crysis is alleen maar uiterlijk vertonen en geen inhoud en zo. Maar daar ben ik het niet mee eens, want ik bedoel, je hebt nu die boog en dat is echt zo'n vet wapen. Pijlenboog zijn sowieso hele coole wapens. Echt heel cool. Ja, inderdaad. Maar een pijlenboog en graphics. Maar ik heb Crysis 2 gespeeld. En ik mis een beetje. Weet je, eigenlijk klopt er heel veel aan die game. Je hebt hele vette muziek. Hans Zimmer. Ik weet niet of hij voor dit deel weer. Nou, er zit sowieso weer echt van die bombastische tunes zitten erin. Oké. Bombastische tunes. Wat hij zegt, weet je, Hans Zimmer. Weet je, van die The Rock muziek. Ja, filmpjes. Episch noemen we dat altijd in de gamewereld. Epische muziek. Epische battles. Er zit goede muziek in, er zit vette graphics in. Maar ik vind het een beetje karakterloos of zo. Je hebt die The Prophet. Nou, ik moet zeggen, weet je, ik bedoel, het is misschien een beetje een soort van steriele wereld. Ja, maar aan de andere kant. Dat was vooral Crysis 2 zo. Ja. Aan de andere kant. Er lopen wel eekhoorntjes op de grond. Echt waar? Ik zweer het je. Eekhoorntjes. Nou, slecht gaat niet meer. Kun je ze ook kapot schieten? Ja, tuurlijk. Echt waar? Ja. Oh, dat is misschien kan je zelfs vertrappelen. Dat heb ik nog niet. Maar dan krijg je weer de bond van de dieren. Ja, wat mijn probleem is een beetje met shooters vaak. Dat als je naar beneden kijkt, dat je geen voeten hebt. En dan heeft deze ook niet, of wel? Dat weet ik niet. Dan gaan we geld vragen. Dat is namelijk de eerste test die wij altijd doen. Nou. Heb je dat getest? Nee. Dat is wel het eerste wat ik zeg. Misschien is het wel en dan draai je rond en dan sta je op een soort van speld of zo die je niet ziet. Ja, maar dat klopt gewoon niet. Want ook loop je door het water en dan hoor je wel stap. Het is trouwens met het water. Ze liet een demonstratie van die CryEngine. En dan schoot die gast in het water met een kogel. Ja. En dan zag je ook echt de impact van hoe je de hoek in het water schoot. Ja. Zo gaan de rimpels ook, zeg maar. Dat is gewoon echt. We hadden het laatst over kunst en water. Dat is niks games. Met kunst van nee, dit is ook kunst, man. Hoe dat water geanimeerd is. Ja. Je hoort iedereen naar die Watch Dogs trailers. Ja. Hoor je iedereen lullen. Oh, dat water op die straat, die plassen. Die reflectie in die plassen. Ja, dat ziet er een fucking bruut uit. En dat is toch vet. Nou, ik vind het moeilijkst om te animeren. Een beetje een journey of zo. Vooral water. Ja, het is inderdaad vooral bewegend water. Maar hoe dan ook. Ik vind meer van die abstracte games, weet je. Dat is meer kunst dan. Gewoon dat vind ik ook. Een journey. Ja, maar nee, goed. We hebben nu games versus Mona Lisa shit, weet je. Ja. Nou, qua realistische kunst is dit wel het beste wat je kan in huis gaan halen. Realistische kunst. Als je dus Crysis 3 is beter dan Mona Lisa. Dat is wat je zegt. Wel mooier. Oké. Nou, dat is dan duidelijk. Maar hoor, ik vind het nog steeds een beetje zo'n techboy game, weet je wel. Ja, maar dat is het ook. Dat is het ook. Physics in en de rock in de shit. Heb je het al gespeeld? Nee. Want je hebt nu ook meer free roaming levels, zeg maar, dus dan kun je echt een beetje je eigen aanpak bedenken. Maar dat had ik ook verwacht van 2, dat was niet het geval. Nee, klopt, het was meer lineair inderdaad. Ja, dat hebben ze weer al teruggegooid, zeg maar. Nee, ik moet wel zeggen, je moet het wel een beetje op een moeilijke difficulty spelen, want anders kun je er echt een beetje doorheen rushen. Dat doe ik sowieso. Ja. En als je dan gewoon sneaky doet met cloak en pijl en boog en zo, dan ben je echt spekkoper. Jongens, ik krijg even een vraagje tussendoor. Dat is niet heel erg belangrijk voor dit onderwerp, maar... Okay.
Stan uit de Waal, die vraagt via Twitter, @powerlimit, dat je kan reageren. Ja. Die vraagt waar je hoofddeksel is. Je hebt nu al 3 weken achter elkaar een nieuwe trui aan en een nieuw petje. Volgens mij heb je nu een vleespet op. Ik heb mijn hoofddeksel bewaard voor de Joopost die we straks gaan opnemen. Oh, oké. Oké, je vertelt nu gelijk dat we dat vrijdag opnemen. There's no way back, hè? Dat is nu altijd bekend. Dacht je dat het live was, Joopost? Ja, iedereen denkt dat het live is. Knap, snel gemonteerd. Maar goed, eventjes final verdict over Crysis 3. Top game, lekker steriel. Echt super. En de multiplayer is trouwens ook echt fantastisch. Echt, multiplayer, die moet je checken. Nou, er zit een of andere mode in en dan kan je een soort van verstoppertje spelen. En dan speel je tegen van die Crysis gasten, van die hunters. En dan ben jij zelf een gast die echt niks kan. Je kan echt 1 meter van de grond springen en je hebt een gun die helemaal geen kogels uitkomen, weet je. Je kan eigenlijk helemaal niks. Klinkt een beetje als Splinter Cell, die had ook zo'n... Ja, klopt inderdaad, klopt. Ja, dat is ook zo'n mode. Maar het is echt heel tof. Oké, thanks. Nou, we gaan snel door naar het volgende onderwerp.